gemeente Westland geen nieuwe tijdelijke woonunits voor arbeidsmigranten komen op tuinbouwbedrijven. Dat heeft een kleine meerderheid van de gemeenteraad woensdagavond besloten. Die meerderheid bestond uit fracties van de coalitiepartijen Gemeentebelang Westland en CDA Westland, alsmede oppositiepartij VVD Westland. De andere fracties in de gemeenteraad keerden zich fel tegen deze draai. Gemeentebelang Westland, CDA en VVD gaven gehoor aan een vorige week dinsdag gehouden pleidooi van het Westlands bedrijfsleven. LTO Glaskracht Westland, de Kamer van Koophandel, MKB Westland en werkgeversorganisatie VNO-NCW vinden dat een dergelijke huisvesting onder meer tot concurrentievervalsing leidt. Eerder kreeg kwekerij Jan Knoppert een vergunning om op 4 locaties in Schravenzande woonunits voor arbeidsmigranten te plaatsen. Knoppert hoopt de bouw in augustus te beginnen. Hij is de eerste, maar ook de laatste die woonunits mag bouwen op een tuinbouwbedrijf. Volgens mij gaat het amendement direct in en is het dus niet meer mogelijk, zodra het amendement is aangenomen, om nieuwe initiatieven te hebben op tuinbouwlocaties. Fractievoorzitter Duitsens van coalitiepartij Westland Verstandig vroeg zich hardop af of wethouder Weveling de juridische consequenties van de koerswijziging overziet. Dat in mijn ogen, het is mijn vak, maar ik durf toch te zeggen, toch enige juridische misser is. Want nogmaals, die andere regels zijn veel sterker dan deze. En dat wil ik dan toch verklaren. En ik vind het een volstrekt verkeerd signaal richting de buitenwacht. Raadslid Gardien van oppositiepartij LPF Westland voorziet een nieuw probleem. Zou de wethouder dan kunnen laten uitzoeken hoeveel extra hotels er nodig zijn als dit amendement wordt aangenomen? Want ik denk dat er dan nog wel wat extra plaatsen nodig zijn. Nee, ik zie dat verband eerlijk gezegd niet helemaal. Geld verdienen met afval. Dat is het doel van 7 partijen, zowel bedrijfsleven als overheden. Daarvoor is onder meer een vergistingsinstallatie nodig om afval om te zetten in biogas, CO2 en duurzame warmte. Die partijen hebben daarvoor donderdag een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een biobasepark waar de vergistingsinstallatie een onderdeel van is. We zien dat overheid en bedrijfsleven daarin samen optrekken en op die manier een gelegenheid geven om die restmaterialen tot waarde te brengen. Bij een andere intentieovereenkomst in mei van dit jaar over de zogeheten Frescorridor was Hoek van Holland niet uitgenodigd. Daar was de deelgemeente toen boos over. Bij de samenwerking tot de nieuwe vergistingsinstallatie leek hetzelfde te gaan gebeuren. Ja, we zijn er wat te laat bij betrokken achteraf. En daarbij was het wat moeilijk om op tijd in te haken. Maar daar hebben we met elkaar voor begrip voor gehad. De intentieverklaring ondertekenen is iets uitgesteld. Maar wij zijn er daardoor wel heel goed bij betrokken. En ook bestuurlijk helemaal met de volle overtuiging bij betrokken. En dat is belangrijk. Nu zit Hoek van Holland wel om tafel. Nou, gewoon omdat het een belangrijke tuinbouwgemeente is met 140 hectare glastuinbouw, hoor, zijn we een belangrijke speler. Het is een gebied wat omringd wordt door de gemeente Westland en een klein stukje gemeente Maassluis. En als je dan met afval te maken hebt, afvalverwerking, dan is het toch logisch dat je dat niet naar Rotterdam of naar Ridderkerk laat brengen, maar tot het dichtbij kan worden gecomposteerd en dat je daarbij betrokken bent. Dat is met elkaar op een goede wijze samenwerken, niet naar de grenzen kijken, maar vooral naar op welke wijze kan je elkaar versterken en op die wijze ten behoeve van de gemeenschappen zo voordelig mogelijk kostprijs proberen te behalen. We willen met name partijen bij elkaar brengen. Nou, dat is met deze partijen uitstekend gelukt. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden voor subsidies, zowel landelijk als in Europees verband. En we kijken of we knelpunten weg kunnen nemen in de regelgeving om op basis daarvan te zorgen dat dit project mogelijk gemaakt wordt. In het biobasepark komt alles samen. Van plantaardige restmaterialen worden nieuwe producten gemaakt. Dus we kunnen daar bijvoorbeeld de vezels voor gebruiken voor de kartonindustrie of om schaaltjes te maken waar dan onze duurzaam geteelde tomaten ingelegd kunnen worden. We kunnen er eiwitten uithalen. We kunnen de sappen, die kunnen we er ook uithalen van bijvoorbeeld de kwaliteit 3 van de tomaten en de paprika's. Nou, op het moment dat je de rest van het materiaal niet kan gebruiken, daar kan je dan weer het vergistingsproces mee vormgeven. En daar kunnen we weer CO2 van benutten. Daar kunnen we warmte van benutten en daarvan kunnen we ook biogas benutten en daar kunnen we onze auto's mee rijden. De bouw van een vergistingsinstallatie kost tientallen miljoenen. De bedoeling is ook dat dit een bijdrage levert aan de rentabiliteit van de glastuinbouw, omdat er niet meer voor afval betaald hoeft te worden om daarvan af te komen, maar dat het juist ook een opbrengstpost kan zijn. Onderzoek moet uitwijzen wanneer de bouw kan beginnen.
Dat onderzoek moet in september zijn afgerond. Dan gaan we kijken van en hoe gaan we een en ander mogelijk maken. Ja, op zijn vroegst zou dat eind 2013 kunnen starten met de bouw. Maar dat zou ook nog iets langer kunnen duren, omdat vergunningenprocedures best ingewikkeld zijn. De tent die gebruikt wordt voor opnames van Tour du Jour op het Wilhelminaplein in Naaldwijk krijgt een milieuvriendelijk tintje. Donderdagmiddag zijn er in totaal 192 zonnepanelen op het dak geplaatst. De panelen moeten de studio van het wielerprogramma gedeeltelijk van stroom voorzien. Verder wordt ook stroom via een groot veld zonnepanelen opgewekt, waaraan de tent is gekoppeld. Het laatste restje stroom komt van 10 wielrenners die in het televisieprogramma virtueel het WK-parcours fietsen. Tour du Jour is daardoor volledig energie-neutraal. De druivenprinses van 2012 is Libby van Stekelenburg. En met deze woorden van directeur Jan Wagenmakers van themapark De Westlandse Druif werd de nieuwe druivenprinses geïntroduceerd. Libby is 21 jaar oud en komt uit Honselersdijk. De Honselse is sinds woensdagmiddag officieel de opvolgster van Daisy Mostert, die het afgelopen jaar het uithangbord van De Westlandse Druiventelt was. Libby is geen onbekende van het themapark. Ik heb mijn scriptie geschreven voor het themapark De Westlandse Druif. Daar ben ik in februari 2012 mee begonnen. En toen ben ik hier veel over de vloer geweest, veel contact gehad, ook met Jan, directeur. En toen heeft hij mij gevraagd of ik mee wilde solliciteren als druifprinses. Ze zal het komende druivenseizoen vaker te vinden zijn in Monster. De vrijwilligers te leren kennen, mensen die veel met het bedrijf te maken hebben. En ik hoop ook voor jongeren het iets meer onder de aandacht te brengen. Dat lijkt me erg leuk. Ik ben zelf 21. Ik heb een scriptie ervoor geschreven. En ik denk dat nog te weinig jongeren weten wat het eigenlijk is. Dus dat lijkt me wel een uitdaging. Bij de kroning werd overigens ook het eerste kistje druiven van dit jaar geveild. Dat leverde door een bod van Priva een recordbedrag op van €10.100. De helft van dat geld gaat naar het te vestigen Hospice Beukenrode aan de Dijkweg in Naaldwijk. Er is een nieuwe eigenaar gevonden voor de drie pauwen die de bewoners van de Leerse wijk Blijenburg wekenlang overlast hebben bezorgd. De beesten, één mannetje en twee vrouwtjes, gaan naar een particulier in Rotterdam. Woensdagavond werden de beesten gevangen door buurtbewoonster Gitty Buying. Ze mochten één nachtje in de schuur doorbrengen, maar vandaag ging Buying op zoek naar een nieuwe eigenaar. Via de schaapskooi in Delft vond ze iemand die de zorg over de pauwen op zich wilde nemen. De dierenpolitie van Westland heeft het adres gecheckt en geeft groen licht. De nieuwe eigenaar heeft een grote tuin waarin de pauwen eerst verblijven in een ren met daaroverheen een net. Wanneer de paringstijd is afgelopen, mogen de pauwen los de tuin in. Helaas mocht de WOS geen kijkje komen nemen bij de nieuwe verblijfplaats van de dieren. De pauwenverzorgster wilde niet in de publiciteit komen. Een warme dag voor de wielrenners in Honselersdijk. Donderdag starten de nieuwelingen om 1:15 aan de 49e editie van de wielerronde. Met het sportevenement start tevens de feestdriedaagse in Honselersdijk. Stichting Wielerevenementen Westland organiseert de komende tijd nog 7 andere wielerrondes. Het eerstvolgende wielerevenement vindt op 4 juli in Schravenzande plaats. Op 12 juli is de 27e ronde van Quince Hul aan de beurt. En dit jaar wordt ook de 51ste wielerdag van Monster gereden. Daarna zal de 63ste ronde van Poeldijk plaatsvinden. Op 26 juli wordt de Wateringse wielerdag gefietst. Vervolgens gaat de ronde van de Lier over een nieuw parcours. En als afsluiter wordt de ronde van Naaldwijk op 14 augustus gehouden.